Maak Nijmegen vuurwerkvrij, is de doelstelling van Michelle van Doorn van de Partij voor de Dieren. Dit jaar vindt er voor het eerst een proef met vuurwerkvrije zones plaats en dat is volgens Van Doorn een goede eerste stap. Nou, er wordt voor dit jaar voor het eerst een proef gedaan met vuurwerkvrije zones. En daarna wordt die proef geëvalueerd en daar zijn we uiteraard heel nieuwsgierig naar. Alleen, ja, wij vinden dat er zoveel problemen zijn met vuurwerk dat die situatie echt onhoudbaar wordt. En we moeten daar dus actie op ondernemen. Als je kijkt wat voor een letsel er allemaal bij mensen en dieren voorkomt, wat voor een milieuschade er allemaal veroorzaakt wordt door vuurwerk, het is gewoon niet meer houdbaar. En we kunnen dat in diverse, we kunnen het niet in één keer afschaffen. Hè? Dat zou ook een beetje oneerlijk zijn, want we kunnen beter een stappenplan ontwikkelen om te kijken naar alternatieven waardoor al dat letsel en al die schade en al die ellende gewoon beperkt kan worden. En misschien moeten we wel helemaal naar een vuurwerkvrij Nijmegen. Raadslid Paul Eigenhuizen van voornijmegen.nu pleitte eerder om het vuurwerkprobleem op te lossen door gebruikers van vuurwerk juist te belonen bij goed gebruik. Maar Van Doorn betwijfelt of dat een oplossing is. Ik denk niet dat het systeem gaat werken. Wat misschien wel zou kunnen werken is dat je per stadsdeel een zone aanwijst waar je wel vuurwerk af mag steken. Dus geen vuurwerkvrije zones instellen, maar vuurwerk toegestane zones. En dan kun je bijvoorbeeld de wat meer industrieterreinachtige, de stenen gebieden daarvoor aanwijzen. En dan kun je daar ook veel beter op handhaven en op controleren. Omdat het correct verloopt. Van Doorn benadrukt dat er niet te veel haast gemaakt hoeft te worden om Nijmegen uiteindelijk vuurwerkvrij te maken. Maar doet daarbij wel een beroep op de regering om consumentenvuurwerk te verbieden. Ik denk dat we dan, als de regering die dan zit, tenminste de ballen heeft om consumentenvuurwerk landelijk te verbieden, want dat hebben ze nu nog niet, dan is Nijmegen over 4 jaar vuurwerkvrij.